Harde wind en regen, ofwel het allerslechtste weer voor een IndyCar race op een ovaal. In dit geval zelfs een super speedway zoals de baan op Indianapolis officieel wordt genoemd. Want met regen wordt er op zo'n circuit niet gereden. En als je dan als toeschouwer zo'n duur kaartje hebt gekocht, dan heb je pech gehad. Wachten tot het droog wordt. Maar de organisatie is daar terdege op voorbereid en helpt een handje. Eerst wordt er met alle beschikbare voertuigen van die organisatie rondgereden om de baan sneller te laten opdrogen. In de pitstraat, waar de afwatering slecht is, wordt er met man en macht geveegd. En tot slot komen er op een aanhangwagen achter een pick-up truck straaljagermotoren die als reusuitvoeringen van een föhn warme lucht over het asfalt blazen. En ondertussen moeten alle rijders en teams stand-by blijven. De kwalificatieprocedure is bijzonder ingewikkeld, maar daardoor wel spannend. In grote lijnen komt het erop neer dat je alleen op de eerste van de vier kwalificatiedagen naar de pole position kunt rijden. Lukt dat niet, doordat bijvoorbeeld je auto te weinig snelheid heeft, dan val je terug naar de tweede dag. Iedereen die zich op de tweede dag kwalificeert, komt ook in de tweede groep op de grid te staan. Ofwel, je kunt dus nooit meer op de eerste rij komen. Vandaar dat pole day, zoals de eerste dag van kwalificatie heet, ook zo enorm belangrijk is. Je kunt je geen misser veroorloven. Om er zeker van te zijn dat straks alles goed gaat, neemt Luyendijk tijdens het half uurtje vrije training, voorafgaand aan de kwalificatie, geen enkel risico en rijdt in de T-car, de backup wagen. Daarmee worden de zogenaamde pop-up valves gecontroleerd. Een soort ventiel middenboven op de motor dat ervoor zorgt dat bij iedereen de turbodruk gelijk is. Deze klippen worden elke racedag uitgedeeld door de organisatie, waardoor er een zo groot mogelijke gelijkheid ontstaat tussen de wagens. De snelheid tussen de racewagen van Luyendijk en zijn backup car is vrijwel gelijk. Een unicum bij de IndyCars en helemaal bij de Indy 500. Luyendijk krijgt nog een nieuw vizier aangemeten, waarvan het glas minder donker is bij dit grijze, regenachtige weer. Hij komt een aantal keer binnen in dat half uurtje vrije training, want op de valreep lijkt nu toch nog alles mis te gaan. We hebben problemen met de pop-off valve, die gaat steeds open en dan verlies je al het vermogen. En dat hebben we dus gisteren ook gehad, aan het einde van de dag. Maar toen hebben we het gecorrigeerd met een valve die het goed deed. En toen hebben we dus die 34 rondjes gereden, die 234 rondjes gemiddeld. Dus het is gewoon een kwestie van de pop-off valve aan het werken krijgen. En we hebben er drie achter elkaar die fout zijn. En als ik zo eentje heb in qualifying, dan zijn we gewoon gezien. Het gaat niet alleen minder bij Luyendijk, maar ook bij het Marlboro Penske team. Elenze Jr. en Emerson Fittipaldi rijden maar liefst gemiddeld 10 mijl langzamer dan Luyendijk en Brayton. En daar is teameigenaar Roger Penske beslist niet blij mee, gezien zijn optreden in de pits. Ook de nu al legendarische Rick Mears kan daar als adviseur van het team niet veel aan veranderen. Bij Penske moeten ze dus tijdens de race van de betrouwbaarheid hebben. Bij Newman Haas gaat het wel goed met Michael Andretti. Hij heeft achter de mannen van John Menar de derde tijd. Teameigenaar Carl Haas kan tevreden zijn, al valt zijn andere rijder wat tegen Paul Tracy. Michael Andretti weet zich zoals verwacht naar een derde plaats op de voorlopige grid te rijden. Nog steeds onder het toeziend oog van zijn vader. Bij het team van Luyendijk zijn ze er inmiddels achter wat het probleem was. Het had niets te maken met de pop-up. We've got a fuel pump problem. We've had been plagued with fuel pump problems all week and finally this one gave up and we're going to have to go back and see what we can fix and what we can do to do the right to get it running again. Om 5 uur 's middags is het dan eindelijk zover. Een uur voor het einde van die officiële eerste trainingsdag. Voor de 11e keer in zijn carrière staat Arie Luyendijk aan het begin van een Indy 500. Na de winst in 1990 en de pole in 1993, waar hij ook een tweede plek wist te halen, gaat hij nu weer op voor de pole position van de 79e Indy 500. En iedereen had wel verwacht dat het zou lukken, maar het zat toch allemaal een beetje tegen. Luyendijk had niet voldoende snelheid en hij was dan ook niet tevreden. Nee, niet helemaal. Het was een beetje langzamer als ik verwacht had, maar de lucht is zo dik, zeg maar. Het kost vermogen in de motor. En ik was vol gas. Na de eerste ronde was ik compleet vol gas en harder kun je dus niet. En ik probeerde nog wel de boost omhoog te draaien, maar ik zat echt aan het maximum. Dus er zat gewoon niet meer in. Dus ik ben er niet zo zeker van dat ik hiermee de pole position kan behouden. De nummer 40 van Luyendijk staat nog op de eerste plaats, maar zijn teamgenoot Scott Brayton is toch inderdaad een fractie sneller. Teameigenaar Menar is tevreden natuurlijk.
We were hoping for a 234, but we'll settle for this. I'll tell you that. It's a great run. Conditions are pretty bad with this wet air. This wet air saps horsepower. It's hard to push the car through it. But, you know, everybody's off, so hopefully we'll make it this will hold. Teleurgesteld? Zonder meer, ja, zonder meer. Ik wist wel dat het niet genoeg was. Na mijn run zijn ze dus wat meer te weten gekomen. Hebben ze waarschijnlijk wat downforce eruit gehaald bij Scott. Dus. Ik heb ook niet genoeg aan de boost liggen draaien, maar ik was een beetje conservatief. Omdat we zoveel problemen hadden gisteren met die boost. Maar ik ben wel teleurgesteld, ja. Ik had tenslotte wel eerste zijn. Luijendijk dus niet op de pole. Dat was toch wel een beetje verwacht. Brayton, zijn teamgenoot, staat dus eerst. En die eerste rij is eigenlijk wel voor het team van Benaert. Het is nu zaterdagavond 6 uur. En morgen, over precies 14 dagen, vindt hier de race plaats op Indianapolis.